Hallo dames en heren en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn gamekanaal Enzo Knol 2. Er komen een aantal video's hier online de komende dagen. Het is namelijk zo dat mijn lieve vriendin Myron, die heeft corona, die is positief getest. Zelf ben ik een soort van topfit, ik heb nergens last van. Maar nu is wel de ideale gelegenheid voor Myron om te gaan beginnen met haar Sims-serie. Ze wil namelijk echt super graag aan jullie laten zien in Sims hoe het huis eruit komt te zien die wij gekocht hebben in Soesterberg. Dus ik wil graag een groot applaus en een duimpje omhoog voor Myron. Dus ik ga ook snel weg uit deze stoel. Ik heb alles aangezet voor Myron. De opnames en zo, dus als het goed is alles perfect in beeld. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog voor Myron en dan neem ze jullie mee in het hele Sims avontuur. En dan zal ze alles wel laten zien. En de reden waarom Myron dit doet en niet ik, is omdat Myron is goed in Sims en vindt het leuk en ik niet. Dus, tada! Ja, hallo! Ja, ik ben niet zo goed in Sims hoor. En ze zegt dat ik goed ben in Sims, maar daar valt echt wel wat mee. Ik heb dit vroeger heel vaak gespeeld, maar dat was volgens mij Sims 2. Sims 3 heb ik ook nog wel veel gespeeld. En Sims 4, ja, sinds de laatste paar keren. 1 keer op Twitch hebben we volgens mij Sims gespeeld. En ja, verder heb ik serieus bij het ontwerpen van het huis ook af en toe Sims geopend. En gewoon een beetje gekeken wat nou mooi is, waar eventueel een muurtje kon. En ja, zo is eigenlijk het ontwerp ontstaan. En nu ga ik dat proberen na te maken in Sims, zodat jullie precies zien hoe het huis er straks uitkomt te zien, want ik snap dat het voor jullie best wel moeilijk is om in te beelden wat er nou precies gaat gebeuren bij de nieuwe woning. Oké, ik doe de headset op en dan hoor ik een klein beetje sfeermuziek van Sims. Als het goed is horen jullie dat ook. Ja, dan gaan we het spel starten. Ik denk dat we eerst gaan beginnen met het ontwerpen van de poppetjes natuurlijk. Dat doe je als eerste als je Sims gaat opstarten. Dus ik denk heel eerlijk gezegd dat ik mezelf ga namaken en ik ga Enzo namaken. Want ja, wij zijn de bewoners van het huis in Soesterberg. En ik moet zeggen dat ik dat best wel moeilijk vind. Maar goed, we gaan beginnen met Enzo, denk ik. Ja, hallo, ik heet Enzo Knol. Oké. Eigenschappen. Nou, wat gaan we doen, mensen? Ik denk dat we gaan voor sportief. En dan doen we creativiteit, muzikaal genie of succesvolle acteur. Nee. Actief, ja. Zo doen we dat. Actief, creatief en... Ja, actief, creatief en vrolijk. En dan zie ik hier ook nog een vraagteken staan. Even kijken wat dit is. Muziekgenre. Wow, dit ken ik helemaal niet. Wow, dan kan je hier aanvinken welke muziekgenre hij wel of niet leuk vindt. Oké, dan sowieso hip-hop, ja. Popmuziek ook wel een beetje, denk ik. Retro en de rest. Oh, elektronische muziek misschien en dit allemaal niet. Klassieke muziek, nee. Nee. Wat is dit? S, popmuziek. Popmuziek. Slaapliedjes, nee. Winterfeestmuziek. Schat, hou je van winterfeestmuziek? Hij hoort me niet. Top, dit is het. Dan gaan wij zijn gezicht aanpassen. Eens even kijken, we beginnen hier. Even kijken, wat is een beetje Enzo zijn huidskleur? Ik denk dit. Ja, ik doe trouwens meteen even dat hoedje af, want dat is best wel afleidend. Even kijken, zo. En dan gaan we nu een gezicht kiezen. Ik zie hier een best wel smal gezicht. Enzo heeft wel een groot hoofd, maar niet een breed hoofd, zeg maar. Dus wel... Even kijken, ik vind sowieso die hoofden altijd helemaal niks in Sims. Oh, nu past hij trouwens ook weer de huidskleur aan. Dus ik denk dat we deze moeten kiezen. En dan doe ik even weer die huidskleur die ik net gekozen had. Dat was deze. Die baard moet even weg. Ja, en dan gaan we de ogen even blauw maken. Ja, wenkbrauwen blond. Ja, dat is wel echt blond bij Enzo. Dan denk ik dat ik per gezichtsdeel gewoon het ga aanpassen. Zijn neus, even kijken. Lippen, en die kunnen iets dikker. Even kijken, want hij heeft best wel zo'n M-vorm. Kin mag wel iets minder, hè. Weten dat hij een beetje een kontkin heeft. Dat heb ik ook. Ik denk dat ik hem gewoon even hier moet kiezen. Ja, die kin is op zich ook wel oké. Ik ga af en toe even zo achterom kijken. Hij kan iets verder naar voren. Zo. Oké, de ogen, die kloppen ook niet. Even kijken welke ogen ik mooi vind. Hij is ook nog gewoon kaal. Oh mijn god. Ik heb het haar nog niet eens gekozen. Ik moet zeggen, ze hebben ook niet heel erg mooi haar in Sims, vind ik. Dus, en ze hebben ook niet een mooie pet of zo, volgens mij. Daar ga ik eerst even kijken. Want ze hebben wel weer wat nieuwe dingetjes, want sommige dingen herken ik dus niet. Hier, gaan lekker fietsen. Nee, een pet. Even kijken. Ja, kijk, dit zijn dus de petten. Dus als ik dan bijvoorbeeld een rode pet... Nou, op zich, we kunnen dit wel doen, een rode pet. Het is wel...
Enzo natuurlijk. Het is niet een hele mooie pet, maar ja, je ziet Enzo wel vaker met pet dan zonder pet. Ik denk dat we gewoon dit moeten doen en dan het haar iets korter aan de zijkanten. En dat zie je dan natuurlijk, zoals dit. Ja, zo heeft Enzo zijn haar toch, onder de pet. Alleen hij heeft meestal zijn pet andersom of achterstevoren. Dus ook de kleur is goed, denk ik. Ja, top. Het gezicht, ben ik daar blij mee. Misschien de ogen iets verder naar voren, zo. De neus is best wel groot eigenlijk, hè. Kijken of we die iets kleiner kunnen maken. Iets spitser moet zijn gezicht misschien. Zo, denk ik. Oren zijn goed. Even kijken wat voor oren ze allemaal hebben. Of zijn deze een beetje groot? Nou, deze zijn wel goed. Nou, ik denk dat het best wel goed gelukt is. Ik vind het prima. Helemaal prima. Even kijken. Kleding. Waar gaan we voor? Enzo draagt over het algemeen gewoon een t-shirt. Meestal wel een beetje oversized, maar dat hebben ze volgens mij niet hier. Ik zie hier een rood t-shirt, maar die vind ik nou niet heel mooi. Deze met het hartje. Schattig. Ja, of dit. Dit is wel iets wat in Sims nog wel oké is, zeg maar. Of een trui, een hoodie. Oh ja, oh mijn god, ik ben hier natuurlijk nu. Ik moet voor elke gelegenheid moet ik iets kiezen. Oké, dit gaat echt wel lang duren. Hier, een mooi roze polo. Nee, polootjes draagt Enzo nooit. Dus ik denk toch dat het een t-shirt moet worden dan. Deze vind ik wel leuk. Nee, ik ga toch denk ik voor dit shirt. Ik denk dat die het meest normaal is, zeg maar. Dan gaan we nu een broek uitkiezen. Die mag wel een beetje strak, denk ik. Volgens mij hebben ze wel redelijk mooie broeken hier. Ja, dit is gewoon een normale spijkerbroek. Ik denk dat we die gewoon moeten doen. Even kijken. Gewoon zo. Wel een beetje simpel eigenlijk, hè? Maar ja, doe gewoon datgene wat Enzo vaak aan heeft. Even kijken. Sneakers. Ze hebben volgens mij All Stars. Niet dat Enzo dat nog vaak draagt, maar ik denk dat hij dat wel leuk vindt. Zo met rood. Pas weer bij de pet. Enzo is altijd wel op het stijlen van het terug laten komen van kleurtjes. Dus ik denk dat het wel goed is. Oh, en dit moet natuurlijk nog. Hoe gespierd. Wow. Ik denk wel redelijk gespierd. Gewoon hier ongeveer. Ja. En natuurlijk totaal niet dik. Nee, gewoon zo. Ik denk dat het wel goed is zo. Misschien mogen ze benen iets dikker. Zo. Dit is wel... Ja, toppie. Let's go. Oké, dan moeten we nu voor formeel kiezen. Nou, ik vind dit al serieus best wel leuk. Ik heb Enzo hier nog nooit in gezien, joh. Even kijken. Misschien moeten we hier ook gewoon All-Stars ronde doen. Ik doe gewoon hier All-Stars ronde, joh. Dan is het nog wel een beetje Enzo. Doen we dan ook gewoon weer die pet op of laten we zijn haren dan zo? Ik denk zo laat, hè? Nou, die was snel. Sportieve outfit. Even kijken. Je kan ook hier klikken op dat dobbelsteentje. Oh, dat is hierbij. Even kijken bij outfits. Uitgelichte looks. En dan kan je hier eentje kiezen. En die kan je dan ook altijd nog aanpassen. Dus zoals dit. Nou, dan gaan we even naar het hemdje. Die is hier. Nou, ik vind een hemdje niet zo mooi eigenlijk. Doe gewoon een t-shirtje. Doe gewoon KP Active. Kijken of ze een rode broek hebben. Ja, maar die past weer net niet bij het shirtje dan, hè? Prima. Sportieve outfit. Check. Dit is het slaapoutfitje. Nou, Enzo die slaapt altijd gewoon in zijn onderbroek. Dus dat gaan we nu ook gewoon doen. Kijken. Zo. Ja, doen we deze onderbroek. Die vind ik leuk. En dan nu. Wat is dit? Even kijken. Feest. Wat doet Enzo aan als hij naar een feestje gaat? Zullen we hierbij gewoon echt iets geks doen? Even kijken wat hier staat. Nee, hebben ze niet echt iets geks, hè? Volledig outfitje. Ja. Ja. Even kijken. Wat is leuk. Ik vind deze serieus best wel leuk. Even kijken welke kleur. Perfect. Badkleding. Nou, alsof Sims het weet. Gewoon een rode speedo. Die is ook al goed, denk ik, hè? Ja, warm weer. Ja, deze korte broek is eigenlijk wel het mooist. Doe gewoon deze. Doen we weer die gimpen. Deze in het rood. Of teenslippers. Ja, teenslippers. En dan weer een shirtje. Ja, ik vind die shirtjes al zo stom allemaal. Misschien moet ik die even een keertje downloaden. Ja, ik denk serieus dat we het gewoon zo moeten doen, hoor. En dan doen we wel even weer die pet op, trouwens. Even kijken, waar stond die? Pet. Zo, dan heeft hij weer de rode pet op. Toppie! Nou, dan zijn we al klaar voor Enzo volgens mij. Hoho, ja, hoho. Ik vind hem mooi. Ik vind hem heel mooi. Nou, en dan gaan we nu hier iemand toevoegen. Even kijken, een nieuwe Sims toevoegen. Nice. Oké, dit ben ik. Oh, ik schrijf mijn eigen naam verkeerd. Wauw. Miron. Boops. Dit klopt. Oh, we hebben het loopje bij Enzo helemaal niet gedaan. Even kijken. Wat is het loopje? Ja, deze denk ik. Sommige loopjes bij Sims snap je echt niet, hè. Oh mijn god. Dit kan Enzo ook wel zijn. Gewoon heel vrolijk. Een eng loopje.
Nee, ik denk dat we gewoon deze doen. En dan zijn stemgeluid deze. Prima, prima. Oké, okay, Enzo is klaar. Nu gaan we de vrouw maken. Dat ben ik. Beginnen we meteen met het loopje. Ik denk ook gewoon datzelfde loopje. Gewoon deze. Ja, ik heb best wel een hoog stemmetje volgens mij. Nee, wel deze denk ik. Prima. Even kijken. Ja, dit is nog wel een dingetje. Want hier huishouden, of wat Enzo van mij is, zeg maar. Huishouden, dus gewoon een huisgenoot, een broer of man. Maar ja, het is natuurlijk niet mijn man, maar ik doe dat wel aanklikken. En dan, voor mij, ik denk ook sportief, doen we hier. Sportief, even kijken. Wat nog meer? Ja, met dit, ik denk serieus ook gewoon creatief en vrolijk. Of misschien moeten we creatief niet doen en dan houdt van buiten. Dat sowieso. Doe ik dat gewoon. Houdt van buiten. En dan deze, de muziekgenre, kleur. Oh, dat is ook wel leuk. Blauw vind ik leuk. Ja, bruin, geel, noir, grijs, groen, ja. Oranje, nee. Paars, nee. Rood, roze, zwart. Fit, prima. Oké, beginnen we weer met het gezicht. Even kijken, doen we huidskleur aanpassen. Wow, wat is dit? Oh, dan kan je ook nog wisselen. Zo, ik heb hem even weer kaal gemaakt. Want dan kunnen we even alles goed bekijken. Even kijken, mijn wenkbrauwen zijn best wel donker. Ik denk deze. En de vorm van de wenkbrauwen. Kijk, ik heb niet echt zo'n puntje. Ik heb meer dit. Ja, prima. Neus. Gewoon een normale neus, volgens mij heb ik. Even kijken. Ja, ik gewoon zo. Gewoon, ja. Ik denk dat het wel ongeveer klopt. Alleen de lippen zijn niet zo dik als hier. Ik kan deze natuurlijk ook gewoon aanpassen. Gedetailleerd bewerken. Dan maken we ze gewoon wat dunner. Zoiets, denk ik. Ja, oké, okay, de kin. Dan moeten we natuurlijk wel de kontkin aanvinken. Deze, klein beetje zo. Prima. En de wangen kloppen denk ik ook wel een beetje. Want ik heb best wel bolle wangetjes. Vorm van het gezicht ook wel, denk ik. Oren. Best wel kleine oren, volgens mij. Ik doe gewoon deze. Ogen. De ogen bij Sims vind ik wel heel moeilijk. Want deze heeft dus al standaard zo'n eyeliner. Nou, ik draag nooit eyeliner. Soms wel eyeliner, maar niet helemaal met zo'n wing. Die kunnen we natuurlijk ook gewoon gedetailleerd bewerken. Ik denk dat ze iets minder groot moeten. Zoiets, denk ik ongeveer. Oké, en dan doen we haar. Oh ja, deze. Deze heb ik serieus gedownload. Ik denk dat deze wel oké is. Als ik mijn haar gesteld heb natuurlijk, dan zit het ongeveer zo. Het is wel een beetje raar hier zo. Ook al heb ik dat lichaam ook nog niet aangepast natuurlijk. Even kijken. Deze lijkt gewoon zwanger. Oh, dat komt ook omdat die borsten zo groot zijn. Oh jee, dat klopt niet hoor. Dat is niet zo bij mij. Oké, ik doe even een andere broek, want dan kunnen we beter de lichaam zien. Oh ja, nu zie je het wel. Oké, even kijken. Iets minder brede. Ja, ik heb van de voorkant niet echt brede heupen voor mijn gevoel. Ja, dit klopt wel. Even kijken. Mijn benen zijn wel iets dikker. Ik denk zo. Ik denk dat het wel ongeveer klopt zo. Schoenen. Die zijn voor vrouwen ook niet heel mooi. Serieus, wat ik dus altijd doe bij Sims, omdat ik gewoon al die schoenen echt spuuglelijk vind, is gewoon teenslippers. Ja, ik vind dat er gewoon prima uitzien. Ik doe gewoon teenslippers. En dan doen we, even kijken, dit is de alledaagse. Ja, dit is op zich wel een leuk topje, vind ik. Even kijken. Die broek kunnen we natuurlijk ook nog aanpassen. Dat had ik net even snel gedaan. Even kijken. Ja, heel eerlijk, dit is volgens mij wel de mooiste. Deze is ook gewoon een beetje high-waisted. Dat draag ik ook meestal wel. Nou, ik doe hem gewoon zwart. Ik vind het wel prima zo. Simpel, maar goed. Maakt niet uit. Misschien kunnen we ooit nog mods downloaden. En dan dat we dit aanpassen. Net als dat ik nu bij het haar gedaan heb. Deze heb ik dus gedownload. Omdat, ja, dit haar heb je normaal gesproken niet in Sims. Oké, formeel. Even kijken. Doen we even bij die uitgelichte looks. Kiezen we gewoon even hier wat uit. Misschien is die jurk wel mooi. Alleen misschien wel even een ander kleurtje. Wat voor jurkjes hebben ze nog meer? Misschien toch even iets anders kiezen. Ja, Enzo had ook wel helemaal zo'n gekke zwart pak, hè? Misschien moeten we gewoon zo gaan. Die ketting vind ik dan niet mooi. Die doen we even weg. Wow, make-up ook wel, hoor. Nou, we laten het gewoon zo. Ik vind het wel mooi. Oké, dan kunnen we naar sportief. Zo, sportief look, meid.
Mooi zonnebril. KP Active moeten we hier ook doen, denk ik, hè? Even kijken. Ze hebben hier deze. Doen moet eigenlijk zwart, hè, dit topje. Kan dat? Ja? Doen we het broekje ook gewoon zwart? Oh, dat is met paars. Kijken wat dit allemaal is. Ja, deze. Prima. Schoenen doen we eens even kijken. Welke kleur is mooi. Oh, ze hebben meerdere soorten. Ja, ik kan ook hierbij gewoon All-Stars doen, hè? Want ik sport serieus gewoon op mijn All-Stars. Gewoon witte All-Stars. Helemaal prima. Slapen. Nou, deze kan weg. Schoenen uit. Doe gewoon zo. In lingerie. Even kijken. Deze blauw. Helemaal mooi. En dan doen we een PH blauw. Perfect. Dit was feest. Ja, ik vind dat ik hier ook wel zo'n gek outfitje moet kiezen als Enzo. Kijken wat voor gekke outfitjes ze voor vrouwen hebben. Waar had ik dat gevonden? Kostuums. Ja! Perfect ook. Deze kleur had ik volgens mij voor Enzo gekozen. Dan is het wel matchy. Dat is wel beter. Ja, dat is leuk. Zwemmen. Nou, doe gewoon een normale bikini en doen we gewoon lekker knolpauw rood. Volgens mij had Enzo de Speedo, toch? Dus dat matcht gewoon perfect. Even kijken welk broekje. Gewoon deze. Gewoon rood. Prima. Wel een beetje gek dat ze met armbanden en zo gaat zwemmen. Dus die doe ik even af. Accessoires. Zo. Af. Oh, en ook de ketting natuurlijk. Ja, ook al draag ik ook eigenlijk altijd wel mijn ketting als ik ga zwemmen. Maar nu ziet het een beetje raar uit. Accessoires. Prima. Waar zijn we gebleven? Zwemmen. Klaar? Oh, warm weer. Oh ja, dat had ik bij Enzo al gedaan. Deze. Hey, misschien is dit wel leuk. Het is een rokje. En een leuk topje erboven. Nou, ik vind het rokje toch niet zo mooi. Maar misschien een kort broekje of zo. Dit rokje. Dit rokje is wel leuk. Ja. Of dit rokje. Mij niet zo veel uit. Doe gewoon deze. En dan doen we weer lekker de teenslippers. Die doe ik wel even zwart ook. Prima. Accessoires. Hoeft niet. Simpel, maar prima. Voor warm weer hoeft het ook niet zo gek. En dit is voor koud weer. Wow, had ik dat bij Enzo wel gedaan? Ik weet het al niet meer, joh. Nou, ik vind het helemaal prima. Gewoon een lekkere trui en een broek. En wat doen we er dan bij? Gewoon normale schoenen, denk ik, hè? Ja, hier kunnen we niet de teenslippers kiezen, mensen. Doen we gewoon sneakers. Gewoon gek sneakers zo. Ja, laarzen is niet echt iets voor mij. Ik heb wel laatst laarzen gekocht. Misschien hebben jullie dat gezien in een vlog. Niet echt heel stijlvol, hè, mensen. Even kijken. Wat is dit? Oké, we doen gewoon een kleurtje sneakers. Maakt niet uit. We doen deze paarse, want het hier is ook roze paarsachtig op het shirt. Ja, helemaal prima. Doen we deze. Klaar. Serieus, klaar? Ik denk dat het zo prima is. Kijk. Huis Knol. Oké, ik denk serieus dat dit de eerste video was. Ik heb nu Enzo en mij gemaakt. Ik denk dat we nog eventjes hier klikken op een kavel waar we dan heen gaan. We gaan denk ik naar deze. We moeten gewoon even een groot kavel vinden. Deze is 30 bij 20. Gaan we even terug. Volgens mij staat hier nooit iets. Nee, kijk. Volgens mij is dit de grootste. 50 bij 40. Ja, dit is de grootste. De dubbel orakelpunt. Daar gaan we het huis bouwen. Dus wil je dat zien? Check dan de volgende aflevering. En bij deze sluit ik dan de video af. En dan doen we natuurlijk net zoals Enzo. Dan zeggen we dikke, vette peace.